Jossa is onze rots in de branding. Jossa is onze zekere kracht in het team, waarvan we altijd weten dat die gaat winnen. Maar dit is natuurlijk wel even andere koek. Hey kijkers van de One Republic, jullie kijken naar deze nieuwe Pokémon FireRed Randomized Nuzlocke. Wij zijn hier zo terug bij het veldje met een hele hoop trainers. Dat is wat we gaan doen vandaag. We gaan onze Pokémon een beetje trainen voordat wij het schip op gaan en de derde gym gaan bevechten. En op het schip hebben wij ook weer een rival battle. We hebben dit team allemaal rond de level 20. Een aantal zijn er nog level 19. Die zetten we dus vooraan. Die willen we namelijk als eerste ook naar level 20 hebben, zodat iedereen hetzelfde level is. We hebben vorige aflevering tegengevangen. En dat kostte ons heel wat pokeballs. Die wilden bijna niet meespelen. Maar het is ons gelukt. Dit is de eerste trainer en ik zou gewoon zeggen let's go. En we zien wel of wij er heel huis doorheen komen, deze trainerroute. Dat is een mooie test voor het schip waar wij doorheen moeten. Deze jongen heeft een Ekans. Dat is op zich lastig met een Tom. Gras is nou niet heel extreem goed tegen een poison-achtige Pokémon. Dus ik denk toch dat wij gaan switchen naar een Jossa. En dat we daar een soort van confusion of zo mee doen. Ik denk dat dat een handigere is. Als jullie trouwens Fini horen huilen op de achtergrond. Die heeft vandaag twee prikjes gehad. Heel sneu. Moet helaas inentingen uiteraard bij een babytje. Vaccinaties. En die heeft hij beide gehad in twee beentjes. Dus die is een beetje verdrietig. Mama is gelukkig bij hem beneden, Daphne. Dus, weten jullie dat ik niet mijn baby aan het laten janken is daar zo beneden. Maar hij is gewoon heel verdrietig. Is ook heel zielig. Die prikjes. Goed, deze Pokémon is verslagen. Daar hebben we een beetje doorheen geluld. Maar maakt niet uit. Dat is natuurlijk ook gewoon een beetje wat deze Pokémon-serie is. Lekker kletsen met jullie en ondertussen een beetje Pokémon. Dat is ook wat Pokémon inhoudt voor mij. Dat deed ik vroeger gewoon met vrienden. Samen, de Game Boy, bij elkaar. Een beetje op bed hangen of op de bank naast elkaar. Een beetje Pokémon en ondertussen lekker kletsen. Here we go. Een Ninetales. Dat is natuurlijk niet zo prettig met Tom de Weepinbell, onze gras-Pokémon. Tegen gaat daar ook niet heel erg chill op, denk ik. We gaan dan toch weer Jossa inzetten. En dan doen we deze Ninetales Confusion. Wij worden ook geconfusioned. Dat is niet best. Dan gaan wij de hoofdkont aanval doen, denk ik, dames en heren. En met een hoofdkont denk ik dat wij deze Ninetales aankunnen. Confused? Come on, Jossa, you can do this. Ai, Jossa, dit had ik niet van jou verwacht dat jij jezelf gaat slaan. Normaal is Jossa natuurlijk onze rots in de branding. We zijn alweer uit de confusion. Ik heb te vroeg gejuicht. Jossa, jij bent inderdaad een hartstikke pintere jongen. Oh, weer confusion raid. Dit is wel jammer. Dit is jammer, jammer, jammer. Come on, Jossa. Raak hem in één keertje, alstublieft. Nee, weer jezelf. God damn it. Dit is jammer. Kom je er dit keer wel snel uit ook weer? Nee. Niet jezelf hitten. Goed zo. Headbutt. En we hebben er nog eentje van je nodig. We worden geambered. Dat doet niet heel veel damage. Wel als wij onszelf weer slaan. Ai, 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 ai. Kijk, dit wordt lastig. Dan ga ik toch Rafael even inzetten. Van level 20. Dat dan weer wel. Maar ja, een water-Pokémon tegen een vuur. Dat is natuurlijk wat we willen. Dan doen wij een Water Gun. Water Pulse trouwens. We worden geambered, dat doet niet zoveel. Want we zijn een water-Pokémon. Water Pulse en deze Ninetales is dood. Dan gaat niemand naar level 20, denk ik. Nog net niet. Ofwel? Jossa? Nee? Niemand. Quilava, dat is ook een vuur-Pokémon. Laten wij dan alsjeblieft Rafael maar erin staan. Dan doen wij nog een Water Pulse. En dan zien wij eventjes of Quilava gelijk dood is. En dan hopen we gewoon dat de volgende trainer allemaal water-Pokémon en dat soort Pokémon heeft. Zodat wij in ieder geval onze level 19-Pokémon kunnen trainen. Want Rafael is nu leveltje 21 als enige. Dat vind ik gewoon jammer. Ik wil het liefste gewoon iedereen op hetzelfde level. Dat Rafael Bite leert is wel heel lekker. Dat doen wij voor Rage. Ja. Doe maar voor Rage. Zo, Bite. Als hij uiteindelijk Crunch leert is het helemaal sick. Maar Bite is ook wel een lekkere aanval. We hebben Gamer Hugo verslagen. Dan gaan we eventjes verder kijken. Heb ik nog iets van een Super Potion? Of moet ik uiteindelijk gewoon naar het Poké Center? Ik heb hier normale potions.
kunnen er eentje geven aan Tom. Dit is een soort van half levend weer. Nou, we moeten eigenlijk gewoon naar het Pokécentrum uiteindelijk. We hebben hier ook al een Pokémon gevangen, toch? Volgens mij wel. Twijfel nu. Maar goed, laten we... heb ik hier een Pokémon gevangen? Volgens mij zijn we Drowsy tegengekomen in de vorige route. Hebben we tegenvaller hier gevangen. Dus volgens mij is dit wel een nieuwe route. Ik twijfel. Ik ga het nu niet doen. Maar volgende aflevering dan misschien wel. Eerst maar even wat trainers verslaan, dames en heren. Zo, eens even kijken. Wat is het plan van deze trainer? Heeft hij alsjeblieft een gras-Pokémon? Nee, water wou ik zeggen. Hij heeft een gras-Pokémon, maar dat is niet chill. Dat is wederom niet chill om met Tom tegen te vechten. Jossa kan het wel aan met Confusion. Confusion op gras werkt gewoon heel lekker. Maar dan moet Jossa niet sterven. Je bent half... We zijn weer gestunt, sport ook. Jossa heeft het zwaar te verduren deze aflevering, dames en heren. Mega Drain, please. Je kan dit aan. Kijk, dat doet allemaal niet zoveel damage. Jossa is paralyzed. God damn it, Jossa. Eerst geconfused, dan ben je paralyzed. Waarom ben je niet zo aan het luiden? Nee! Jossa, please. Come on. Oh, critical hit. Oké, confusion. Niet in één keer dood, vrees ik. Nee. En dan moet ik je weer gaan terughalen. Dit is zo jammer. Tegenvaller kan... Ik zeg toch tegenvaller. Maar volgens mij kan jij Gust. Of Gust. Of Wing Attack. Dat is op zich lekker. Zullen we dat doen? Ik denk dat wij deze kunnen... Oh, dat kun jij niet. Jij kan alleen maar... Powders en Supersonic. Je kan niet eens damage doen. Wat is dit nou? Moet ik weer een... Oh. Ja, doe maar... Nee, niet Rafael, want het is een graspokémon. Finn, kom er maar in. Finn, doe jij maar je Mega Horn. En doe maar Horn Attack trouwens. Mega Horn kun je nog niet. Maar doe maar Horn Attack. Poison Sting, dat kun je aan, toch? Ja. Horn Attack. Zo, Roselia dood. Want onze Horn Attack en Finn, dat blijft toch een tank, jongens. Tom is naar level 20, dat scheelt. Jossa ook naar level 20, dat scheelt. Dan moeten we eigenlijk alleen tegen nog een level 20 krijgen. Fortress, ja. Al ben ik wel een beetje bang. En ik denk dat jullie al weten waarom. Vorige aflevering is er iemand gestorven door de aanval Explosion. En Fortress kan volgens mij ook Explosion. Dus wat we gaan doen, Sleep Powder... Dan slaapt Fortress. En dan moeten we die heel snel dood krijgen. De vraag is alleen heel even hoe. Fortress slaapt. Dan denk ik dat ik toch ervoor ga kiezen om Finn in te zetten met Horn Attack. Dat doet gewoon heel veel damage. En dan hopelijk Fortress gewoon dood krijgen voordat hij wakker wordt. En de kans krijgt om überhaupt een Horn Attack te doen. Dat wordt voor nu mijn tactiek, denk ik. Fortress is fast asleep. Dat is mooi. Dan doen wij een Horn Attack. Doet dat iets? Dat doet niet heel veel damage. Ai. Oké. We gaan nog maar even door op deze manier. Niet wakker worden. Woke up. Oh no. Take down. Oké, take down. Dat valt mee. Dat doet ook wel al wat damage. Ik doe nog een Horn Attack. Please don't kill Finn. Als Finn doodgaat, ga ik huilen. Voor nu doet hij alleen take down. Dus dat is fijn. Laten we dat vooral zo houden. Protect. Oké. Take down en protect. Is nog steeds geen explosion. Dus dat scheelt. Please. Tackle, protect en take down. Laten we gewoon hopen dat hij geen explosion kan. Dat zou heel fijn zijn. Wij doen nog steeds een horn attack. Protect failed. Dat is mooi, want dat is zo'n irritante aanval. Dat is echt uitstel van executie, hadden ze die aanval beter kunnen noemen. Zo, Fortress is dood, dames en heren. Finn heeft het klusje geklaard. Gaat onze tegen naar een volgend level? Nee, dat niet. Maar we hebben wel weer een trainer verslagen. Dan gaan wij heel eventjes tegen aan de voorkant zetten. Want dat is de enige die nu nog level 19 is nu. En hebben wij een TM of zo die we hem kunnen leren? Want dat hij geen damage kan doen vind ik wel een beetje irritant. Even kijken... Bullet Seed, Secret Power. Kan die Bullet Seed leren?
Not able. Oké. Okay. Secret power. Able. Dan leren we gewoon even secret power aan tegen. Kan ons het schelen. Voor stuntspoor. Ik vind sleep powder en poison powder heel chill. Supersonic is ook nog wel handig. Dan leren wij gewoon secret power aan onze Butterfree. Oftewel tegen. En dan kunnen we, als het goed is, denk ik wel deze trainer aan. Zo. Hij loopt nog heel eventjes een marathon, die jongen. Kom maar terug. Ja, hallo. Ik wil graag met je vechten. Zou dat kunnen? Dank u zeer. Ik weet niet waar die heen ging, maar die ging naar een ander dorpje, geloof ik. Een Poliwag. Kijk, nu hadden we dus een gras-Pokémon willen hebben. Maar goed, tegen doet Secret Power. Ik ben benieuwd hoeveel damage dat doet. Water Gun doet bij ons niet zoveel damage. Secret Power doet redelijk damage. Dat vind ik chill. Bubble zal bij ons ook niet heel veel uithalen, gok ik zo. Nee, dat valt allemaal wel mee. Secret Power. En dood met een critical hitje. Dat is fijn. Dat is heel chill. Dan zijn wij bijna level 19. Dan komt er nog een Absol. Dat is Psychic of Dark. Dat weet ik even niet meer zo goed. Secret Power. Doet dat wat? Jazeker, een critical hitje. En Paralyzed, dus dat scheelt. Er wordt een leer gedaan, dus dat doet nou ook niet dusdanig veel damage. Laten wij nog één Secret Power doen. Ai, we hebben er nog eentje nodig. Maar goed, Absol is Paralyzed, dus dat scheelt. Ik denk dat wij hier heel hard doorheen gaan komen hoor, dames en heren. Zeg ik terwijl tegen half vermoord wordt door een quick attack. Maar ik denk dat wij zonder dooien hier uit gaan komen. Iedereen is level 20. Dat vind ik een mooi moment om heel even terug te gaan naar het Pokécenter. En we zijn 4 trainers verder. Volgens mij zijn er hier nog 4. Dus laten we die ook gewoon eventjes bevechten. En dan hebben wij gewoon even in een aflevering lekker getraind. Lekker wat Pokémon verslagen. En weer een heel veldje gekleerd van trainers. Volgens mij hebben wij echt nog geen Pokémon gevangen op die route. Dus ik ga dat toch doen. Heb ik het nou fout? Dan gooi ik die Pokémon de volgende aflevering weg. Maar in mijn idee hebben wij 1 Pokémon gevangen in het veldje hierboven. Of die kwamen we tegen, dat was Drowsy. Hebben wij hier gevist. Die heb ik vermoord, dat was een Venusaur volgens mij. Ik weet zeker dat wij tegen in deze cave hebben gevangen. Ja. Dus ja, dit is een nieuwe route. Wij kunnen hier een nieuwe Pokémon vangen volgens mij. Zullen we dat dan ook gewoon doen? Even kijken hoor. Deze trainers hebben we gehad. Deze trainer hieronder ook die aan het rennen is. Die meneer daaronder niet. Dus laten wij kijken. Deze hebben we nog niet gehad. Gaan we die nog even verslaan. Ja. En dan hebben we die trainer nog. En dan kunnen wij gewoon eindigen met een nieuw maatje. Wie weet is het wel een legendary. Een shiny Mewtwo of zo. Of een Caterpie. Je weet het gewoon niet. Secret Power. Die doet lekkere damage hoor. Tegen valt niet tegen, kan ik je vertellen. Secret Power. Dan is deze Tentacool alweer dood. En dan hebben wij nog 2 Pokémon te gaan, zag ik. Een Dodrio. Ai. Dan moet ik wel zeggen dat ik hem niet terughaal. Maar als deze Dodrio Pursuit doet dat pijn. Nee, dat doet geen pijn. Maar als het Drill Pack of zo doet, of Pack. Pursuit is niet erg. Dat mag hij zo vaak doen als hij wil. Maar hij kan ons wel pijn doen. Als hij Peck zou doen. Of Wing Attack of zo. Maar dat doet deze Dodrio niet. Die kiest er gewoon voor om ons maar een klein beetje damage te doen. Oh. Ah, Fury Attack. Nee, 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 nee. Stop. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. 4 times. Meer dan genoeg. Secret Power. Dodrio dood. En ik denk dat het dan hoog tijd is om even een andere Pokémon te kiezen. Want tegen is zo goed als dood. Ah, net niet naar een volgend level. Dus wat wij wel doen is hem niet terughalen. Dan krijgt hij toch wat experience mee. Rapidash. En dan kiezen wij nu voor... Ja, het liefst dan toch Raphael als water-Pokémon, hè. Ik twijfelde nog of ik iemand van level 20 erin ga zetten. Maar dan, ja, dan toch maar Raphael. En dan doen wij... Water Gun of Water Pulse? Water Pulse. Tail Whip. Dat doet gelukkig geen damage. Dan doen wij Water Pulse. En dan denk ik dat Rapidash... Nee, niet dood. Ik denk dat we er 2 nodig hebben. Ja, zeker weten. Rapidash is natuurlijk fucking beast. Goed. Confused. Hopelijk hit hij zichzelf en niet ons. Heel goed. Lekker. Doen wij nog een waterpulsje erachteraan en dan is Rapidash ook dood. Dan is tegen naar level 21. En dan weet ik niet of er nog een Pokémon kwam. Daar twijfel ik even over. Tegen gaat naar level 21. Raphael gaat niet naar level 22. En we hebben deze trainer verslagen, dames en heren.
Dat is mooi. Zetten wij een andere Pokémon voor aan. Even kijken. Zetten wij Yossa voor aan. Ja, ja. Eigenlijk is iedereen nog level 20 nu. Zo, deze meneer gaan wij verslaan met Yossa. Daar twijfel ik niet over. Yossa is onze rots in de branding. Yossa is onze zekere kracht in het team. Waarvan we altijd weten dat die gaat winnen. Maar dit is natuurlijk wel even andere koek. Confusion? Doet dat wat? Op een Seacune? Oh my god, Bubble Beam. Ja, oké, Seacune is wel heel even wat anders. Kijk, die gaat wel eventjes pijn doen, denk ik. Headbutt schiet op. Maak deze Seacune dood, alstublieft. Ik ben ook echt benieuwd wanneer wij onze eerste Legendary gaan tegenkomen om daadwerkelijk te vangen. Want we hebben nu echt al een Raikou, een... Oh, bite, dat doet wel pijn. Schiet op. Oh nee, nog een bite. Nee. Oh nee. We moeten Yossa eventjes gaan wisselen, denk ik. Dat lijkt me goed. Tom, kom er even in, jongen. Het is tijd om dit klusje even op te lossen. Want het was bijna de dood geweest van Yossa. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben aan het einde van deze aflevering. Vine Whip. Als het goed is, doet dat wel wat damage. Flinched. Dat is jammer. Tom, schiet op, jongen. Dan heb je al een Bubble Beam, een Bite en nog een Bubble Beam over je heen gehad. Zonder dat je überhaupt iets gedaan hebt. En je bent dan bijna half, drie kwart dood. Fine Whip. Juist. Lekker. Super effective. Mooi. Dan is die dood. Yossa en Tom. Lekker bezig. Er komt nog een Absol. Ja, dat is dan toch Dark volgens mij. Paul. Doe gewoon even Paul. Paul de Nidoking. Doe jij maar eventjes. Laat maar even zien wat je kan. Laat maar even zien wat je kan. Mega kick. Doe maar even mega kick. Het liefst raak. Je bent gepoisoned. Dat is lekker voor je, Absol. Mega kick wordt gemist. Dat is een aanval die zo vaak mist, jongen. Dat is niet normaal. Maar als hij raakt, dan doet hij heel veel pijn. Come on. Mega kick. Juist. Die doet heerlijke damage. Altijd. Mega kick is zo'n lekkere aanval, jongens. We hebben weer een Pokémon dood. Paul gaat naar leveltje 21. Hartstikke lekker. Goed bezig. En dan ben ik benieuwd. Was er nou nog een trainer aan deze kant? Ja, daar is nog een trainer. Hier is nog een Pokébal. Dan hebben we hierboven nog een trainer. Ja. Zit daarboven dan ook nog een trainer hier? Ja. Oh my god, het zijn er echt nog heel veel. Ik doe nog één trainer. En dan doen we één Pokémon vangen. We zetten Finn eventjes voor aan. In principe hebben we nog drie Pokémon van level 20 en drie van 21. Dus laten we Finn even voor aanzetten. Die verslaat deze trainer nog even. Dan vangen wij even een nieuwe Pokémon. En dan doen we in de volgende aflevering het einde van die route. En de eerste trainers op het schip. Want anders gaat het allemaal wel weer heel lang duren. En dan zitten jullie weer naar een video van een half uur te kijken. En er zit ook weer niemand op te wachten. Dus eens even kijken. Hornattack. Gaat hij dan in één keer dood? Ik denk het wel. Ja hoor, in één keer dood. En volgens mij was dit ook gelijk de laatste trainer. Of niet? Ja hoor. Nou, dan doen we er nog wel eentje. Stiekem, toch? Ja. Fuck it. We doen het gewoon. Zo. Deze trainer. Hallo? Nee! Oh, Pokémon komen tegen. Een castform? Wat moet ik met een castform? Oké, nou ja. Als castform een Hornattack overleeft, vang ik hem. Anders vind ik het prima. Oké. Is goed. Twee pokeballs. Castform. Ik weet niet. Ik vind dat zo'n raar. Ja, kom nog uit de pokeball ook. Zal je het zien. Ga jij mijn twee pokeballs opmaken, echt waar? Blijf hier in deze laatste pokeball zitten, anders maak ik je dood. Moet ik trouwens wel, want ik kan je daar niet eens meer vangen, überhaupt. Oké, doei castform. Als jij niet in ons team wil, dan niet, hè? Dan niet. Hornattack. Dag. Dag, castform. Zo, dan doen wij die ene trainer nog hier zo. Hoi. Wil jij eventjes met ons vechten? Dank u zeer. En dan hebben wij mooi 20 minuutjes opgenomen, dames en heren. Oh, deze heeft gewoon ook gelijk weer 3 Pokémon. Daar zat ik dan weer niet op te wachten. Finn, jij doet Hornattack op alle 3 die Pokémon. Klaar mee.
Hornetag schiet op. Ninetales dood. Nee. Heeft er nog één nodig. Holy shit. Zo. Ja. Mooi zo. Jongens, ik ben trouwens wel verbaasd dat ik het al zo lang volhou. Ik had eigenlijk verwacht dat ik misschien in deze serie heel vroeg zou sterven. Want over het algemeen ben ik geen held in Nuzlocke's. Zeker als ze randomized zijn. Deze zijn bijna dood ook. Laten we Finn maar even inhouden. Het is een Nidoran mannetje, ik weet het. Het is allemaal niet... Vrouwtje, sorry. Het is allemaal niet zo heel boeiend, maar... Come on. In één keer dood. Lekker, lekker. Finn gaat goed. Een Corphish. Daar kunnen we wel Tom voor gebruiken met een Vine Whip. Want Corphish is een water Pokémon. Here we go. Corphish doen wij Vine Whip. Als het goed is gaat hij dan wel in één keer dood. Ja hoor, lekker bezig. Lekker bezig jongens. Bijna naar level 21, nog niet helemaal. Ik ben heel, heel nieuwsgierig. Ik zie daar nog één trainer, maar hoeveel zijn er nog? Daar nog eentje. En deze meneer. En dat zijn de enige, hè? Het zijn nog twee trainers. Zullen we het gewoon doen? Ik weet het, zijn we 25 minuten bezig. Waarschijnlijk zijn er heel veel van jullie al weggeklikt. Maar voor de mensen die er nog zijn, doen we het gewoon gezellig. Gewoon laid back. Jongens, doe anders een vraagje beantwoorden in de comments. Dan weet ik dat jullie nog steeds kijken. Is dat een idee? Finn, jij bent al level 21. Ik had hier eigenlijk Tom willen hebben. Tom, kom er maar in. Krabby doet waarschijnlijk een bubbel. Dat overleef je wel. Harden doet hij zelfs. Dat overleef je zeker. Als jij dan een Fine Whip doet, dan ben jij namelijk leveltje 21. Goed, even kijken. Een vraagje die jullie kunnen beantwoorden, waarvan ik weet of jullie nog steeds zitten te kijken aan het einde van deze video. Wat heb ik hier in mijn hand? Ik ben benieuwd of jullie dat weten, zeg. Tjonge jongen, dat is wel een moeilijke vraag hoor. Tjonge jongen, jongen. Cloyster. Kunnen wij die verslaan met één Vine Whip? Ik hoop het zo. Als die Protect doet niet, want dan kunnen wij onze aanval niet eens raken. Dus come on. Nog een Vine Whip erachteraan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Goed, we zijn level 21. Dat is mooi. Dan hebben wij nog één trainer te gaan. Eén trainer. En dan hebben wij deze hele route verslagen. Zullen we dan toch Yossa maar trainen? Dan is iedereen leveltje 21. Dan geven we Yossa gewoon even een shitload aan potions. Even kijken. We hebben er toch nog 8. Waarschijnlijk heeft hij er 3 nodig. Ja, maakt niet uit. We geven het gewoon. Zo. Nog eentje. En dan gaan wij gewoon voor die laatste trainer. En dan is Yossa hopelijk ook level 21. Dan is iedereen level 21. Dan hebben wij weer een hele route verslagen. Dus dat is mooi. Dan hebben wij een succesvolle, mooie aflevering gehad hoor, dames en heren. 2 Pokémon maar. Het is een Poliwrath. Oei. Dat is dan gelijk wel weer een flink Pokémon om te moeten verslaan. Confusion doet denk ik niet heel veel. Want volgens mij is Poliwrath ook een Psychic. Oh nee. Oh, super effective. Oké. Okay. Toppie. Nou, doen we gewoon nog een Confusion. Lekker bezig. Double Slap. Zo. Hoeveel krijg ik er, joh? Het zijn er echt 4 of zo. Hallo? 5. Stop eens even, joh. Confusion. Zo. Dan is hij als het goed is dood. Yep. En dan hebben we er nog eentje te gaan. 1 trainer op deze route. En dan kunnen wij volgende aflevering lekker het schip gaan clearen. Een Nuzleaf. Dan kunnen wij het schip gaan clearen. Daar komen wij ook onze rivaal weer tegen. Dus het wordt wel een spannend gevecht. Dat is een effect. Oh, dat is wel even jammer. Dan moeten wij eventjes wat anders gaan doen. Het beurt. Dan komen wij dus onze rivaal tegen. Dan krijgen wij een HM die wij nodig hebben voor de gym binnen te komen. De derde gym. En ja, dan hebben wij over 2 afleveringen alweer. Over een paar weken. De derde gym alweer. En dan zijn wij gewoon alweer op, nou ja, toch wel een derde van het spel. Zonder echt in de problemen te komen. Dat geeft toch wel een beetje vertrouwen dat wij deze Nuzlocke misschien wel kunnen gaan verslaan. Poison Gas, wil ik dat leren? Voor Pound misschien. Ja, we kunnen het Bud namelijk. Dus Pound heb ik niet per se nodig. En het is op zich wel een lekkere aanval om te hebben, Poison Gas. Zo. Gamer Dirk hebben wij verslagen. Dan hebben wij iedereen op deze route gehad. Wij pakken nog even deze Pokéball mee. Dat is een Great Ball, dus dat is mooi.
Maar dan laat ik jullie gewoon heel even zien dat wij niet verder kunnen hier zo. Want hier ligt een Snorlax in de weg als het goed is. Kijk, snor snor. Dat komt veel later in de game pas, dat wij Snorlax kunnen gaan vangen. Wel ben ik benieuwd wat hier zit. Zit hier iets, heb jij iets boeiends te vertellen? Nidorino. Trainen voor Nidorina. Sorry, ik heb geen Nidorino in deze Nuzlocke. Anders had ik het graag gedaan. 30 Pokémon gevangen. Dat heb ik denk ik niet. Heb ik dat? Hoeveel Pokémon hebben wij? Veel te weinig. Sowieso geen 30. 7. Dat klopt sowieso niet. Maar dat is natuurlijk net als een Croconaw. Dat telt hier niet. Omdat dat natuurlijk geen Pokémon is die je normaal hier zo kon vangen. Goed, we hebben iedereen gehad. Ik ben hartstikke trots op ons, jongens. Dit hebben wij gewoon goed gedaan. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het gezellig. Volgende keer gaan wij hier dus naar beneden, naar het schip. En ik hoop dat jullie daar ook zin in hebben. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie een likeje achtergelaten. En achtergelaten wat ik dus zojuist in mijn handen had. En dan wil ik jullie graag uitnodigen voor de volgende aflevering. Volgende week hebben we dus weer gezellig Pixelmon. En de week daarop gaan we verder met de Nuzlocke. En zo... lossen we dat lekker af van elkaar. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.